Ladies and gentlemen, first of all, a very, very warm welcome here in 7Bos at Sluis 0. Dames en heren, we hebben nog twee bevrijders in ons midden. We hadden het nooit gedacht sinds 2009, maar ze zijn er wel, twee bevrijders. And please, Peter Davis, and please, Frank Yates, raise up and come to me. I think it's... Yeah, thank you very much. Two liberators of this city. It's amazing. And Peter, and your age, 90 jaar. Jongens, dames en heren, meisjes en jongens. We hadden niet gedacht, het is geweldig dat ze er nog zijn. En deze mensen kunnen zich dus voor herinneren wat we dadelijk gaan doen. Dames en heren, fijn dat u het weer getrotseerd hebt. Het is absoluut een succes dat zoveel mensen bereid zijn om hier naartoe te komen. We hebben een heel bijzondere gast vandaag. Dat is de echtgenote van Luc van Gent. En Agnes, kijk, ik weet niet waar je inmiddels zit. Ja, je zit hier vooraan. Agnes van Gent, de vrouw van Luc van Gent. Eigenlijk had Luc hier moeten staan. Ik zie hem hier ook gewoon staan als ik hier zelf sta. Omdat dit de plek is die Luc van Gent bepaald heeft om zijn Battlefield Tours over de ontwikkeling van de bevrijding van deze binnenstad, om die aan al die regimenten, al die particulieren, al die stichtingen elke keer weer opnieuw te vertellen. Dat heeft hij honderd keren gedaan. Van het huis wat met groen doek en bekleed is, ja, zal u zometeen een commandant met verrekijker zichtbaar zien worden. Zoals ik al zei, sterk geanceneerd, die probeert de situatie op de brug in te schatten. Eén schot en de vijandelijke commandant is uitgeschakeld. Wat u zo dadelijk zult zien, is dat de voertuigen opkomen rijden, is het al eentje achter. Zoals u nu kunt horen is het, in dit geval is uit de commandant verkenning gebleken dat het niet geplaatst wordt. Zoals u ziet wordt, zal het infanterie peloton nu aan mijn kant, aan onze kant, de consolidatie inrichten. Te zorgen dat de eventuele tegenstander die vanuit het centrum
op deze avond afkomt en daarop zou willen reageren, dat die afname wordt en dat de sluis de brug in onze eigen handen. Achter mij ziet u nog een buurspeciaal voertuig, een heel klein voertuigje. Met een rood kruis, uiteraard is dat de geneeskundige afvoergroep die naar voren komt om de gewonden te behandelen. Het voertuig is zo klein dat die in staat is om met onze helikopters vervoer te kunnen worden, zowel intern als onder de helikopter. Ik zal nog even kort uitleggen wat u nu voor u ziet, een duidelijk beeld van. Wat nu de twee open voertuigen, de drie eigenlijk, die nu de druk passeren zijn. Mercedes-Benz Jeeps, om het zo maar te zeggen. Uitgerust met een .50 mitrailleur bovenop en een .8 mitrailleur recht naar de bijrijder. Beide voertuigen behoren tot een zware wapenpeloton van ons bataljon. Een van onze compagnieën is uitgerust met dit soort voertuigen. Zij zijn in staat om over een wat grotere afstand het gevecht te voeren door een soort van zware en middelzware mitrailleurs. Het voertuig wat nu voor mij rijdt is dus de mortier Mercedes-Benz, waar zich de 81 mm mortier in bevindt. En hier op de sluis, wat nu voor mij langs rijdt, is zo'n Clubmobiel speciaal voertuig. Speciaal voor vandaag heeft ook de stichting Oude Stomp zich bij ons aangesloten met een aantal voertuigen van oudsher. Ik geloof dat dit een Willys Jeep is, voor mij. Ja, denk ik. En wat nu het zware gepanzerde voertuig wat nu de brug passeert, is het IP-408 gepanzerde voertuig uit de Koude Oorlogperiode, waarmee het regiment ooit hier in Den Bosch was uitgerust. En daarachter hangt een 120 mm zware mortier.